In de vorige video heb ik een aantal effectieve leerstrategieën laten zien. Strategieën die ervoor zorgen dat je zo leert dat je niet alleen de leerstof onthoudt, maar deze stof ook beter kunt toepassen in nieuwe situaties. De belangrijkste twee waren retrieval practice, oftewel toetsing, en gespreid leren. Daarnaast kwamen ook nog de technieken uitweiding, dual coding, concrete voorbeelden en afwisselend leren voorbij. In deze video wil ik je laten zien hoe je deze effectieve leerstrategieën kunt inzetten om beter te gaan leren voor mijn vak, natuurkunde. Het goede nieuws is dat je waarschijnlijk al veel goed doet, bewust of onbewust, tijdens de les en tijdens de verwerking van de stof. Bij natuurkunde maken we bijvoorbeeld al veel gebruik van toetsing. Veel winst kun je al gaan boeken door niet meer te gaan vertrouwen op een aantal veel voorkomende, maar erg ineffectieve leerstrategieën, die van het eindeloos herlezen van je leerboek, markeren en samenvatten. Die zorgen er namelijk voor dat je passief bezig bent met de leerstof, terwijl je alleen bij actief leren echt aan het leren bent. Laten we eerst eens gaan kijken naar hoe een planner er bij mijn vak uitziet. Wij werken met periodes van 12 weken afgesloten met een toets voor punt. Wij toetsen dus relatief weinig, wat inhoudt dat de leerstof per toets groot is. Met alleen de avond voor de toets blokken ga je het echt niet meer redden. Daarom dat het enorm belangrijk is om een goede planning te hebben. Ik heb je daarbij al flink geholpen door voor jou een weekplanning te maken en daarnaast je activiteiten bij te houden in een dashboard. Maar mijn weekplanner alleen maakt nog geen goede planning. Jij zult daar zelf nog extra structuur in moeten aanbrengen. Ik ga er zo meteen eerst een voorbeeld van geven en daarna kijken we naar welke slimme aanpakken je kunt gebruiken tijdens het werken aan mijn vak. Dat alles bekeken vanuit de twee superstrategieën: toetsing en gespreid leren. Je ziet schematisch een stukje van de weekplanner. In de weekplanner kun je per week vinden aan welke leerstoffen gaan werken en ook welke opgaven er gemaakt moeten worden. Dat kunnen digitale opgaven zijn of opgaven die je uitwerkt in je schrift. Ik ga nu vanuit de gegevens uit de week tot weekplanner een gedetailleerde planner maken. Eentje waarbij ik van studiesessie tot studiesessie mezelf een duidelijk doel, een heldere opdracht kan meegeven. In mijn voorbeeld neem ik even aan dat de twee lessen natuurkunde die ik heb op de dinsdag en de vrijdag in mijn rooster staan. Daarnaast heb ik ook de gelegenheid om onder schooltijd aan mijn vak te werken tijdens keuze werktijd. Per paragraaf moet ik leerstof voorbereiden en verwerken, waarbij de verwerking digitaal kan zijn of schriftelijk. Ik ga mijn activiteiten die ik wil verrichten opdelen in handzame blokken van ongeveer een half uur. Blokken van een half uur hebben een ideale grootte qua efficiëntie... Mocht je de Pomodoro-techniek gebruiken om thuis beter gefocust te kunnen leren, dan zul je de blokken van 25 minuten vast herkennen. En daarnaast passen twee blokken van 25 minuten ook precies in één KWT-uur. Nu ga ik deze blokken inplannen in mijn dagplanner en ik begin als voorbeeld bij de activiteiten die horen bij week 2. En dat is omdat ik op de zondag van week 1 de leerstof van week 2 al wil gaan voorbereiden. Hier is mijn dagplanner. Ik heb de zondag van week 1 groen gemaakt. En dan ga ik 15 minuten inplannen om de stof van week 2 voor te bereiden. Op de woensdag van week 2 ga ik op school aan de digitale vragen van week 2 werken. En ook op de vrijdag plan ik daarvoor tijd in, maar dan thuis. Daarmee heb ik de digitale vragen altijd al af aan het einde van de week waarin de leerstof is behandeld. Ik heb ook even voor de volledigheid aangegeven met de rood omrande blokjes dat ik de leerstof van week 2 op de dinsdag en de vrijdag in de les bespreek en ga verwerken. De schriftvragen van paragraaf 2 maak ik als ik de digitale vragen al gemaakt en nagekeken heb. Op de maandag en week 3 werk ik er thuis aan en op de woensdag en week 3 ga ik er op school aan werken tijdens KWT. Bijkomend voordeel is dan natuurlijk dat ik ook nog de hulp van een vakdocent kan inroepen. In totaal ben ik er thuis een dik uur mee bezig en één lesuur op school. Wanneer ik al mijn leeractiviteiten van deze vier lesweken uit het voorbeeld ga inplannen, dan ziet dat er samen zo uit. En mijn planning is voor een heel groot deel al klaar. Je moet deze planning niet zien als de ideale planning. Ik wil je vooral een concreet voorbeeld geven van hoe je een planning zelf kunt opzetten. Iedereen heeft zijn of haar eigen behoeftes en wensen, en ik denk ook dat ik relatief weinig tijd heb ingepland per week voor mijn vak. Het is goed mogelijk dat jij één of meerdere extra blokken zult moeten inplannen om je werk goed gedaan te krijgen. Je kunt in mijn planning wel zien dat ik er bewust voor kies om het werk dat ik voor natuurkunde ga doen niet in één groot werkblok te stoppen, maar dat ik het heb verspreid over drie lesweken. Hierin herken je de leerstrategie gespreid leren. Door er meerdere keren mee bezig te zijn, stimuleer ik mijn lange termijn geheugen ook meer en leer ik grondiger. Ook ben ik in deze planner elke week bezig met de leerstof van drie opeenvolgende weken. Er is zelfs één moment, de KBT-les op woensdag, waarop ik in één studiestessie bezig ben met de leerstof van twee verschillende weken. Afwisselend leren heet dat omdat bij natuurkunde de leerstof van week tot week vaak sterk met elkaar te maken heeft, kan afwisselend leren me veel leerwinst opleveren. Ik ga nu inzoomen op de afzonderlijke activiteiten om te kijken hoe we daar onze kennis van leerstrategieën zo goed mogelijk kunnen toepassen. Voordat we beginnen met de lessen kun je jezelf al voorbereiden op de lesstof. Dat is verstandig, want dan kun je meer rendement halen uit de lessen en de activiteiten die in de klas gebeuren. Je kunt je voorbereiden door op een actieve manier de tekst door te nemen. Daarbij gebruik je de leerstrategie uitweiden voor. En wat houdt dat nou in? Dat houdt in dat je jezelf probeert vragen te stellen tijdens het lezen. Lijkt de leerstof op de stof die je al eerder hebt geleerd? En wat zijn dan de overeenkomsten en zie je wellicht ook verschillen? Het leerboek helpt je al een beetje bij je actieve verwerking door de belangrijkste begrippen dik gedrukt weer te geven. Kun je de begrippen aan jezelf uitleggen? In eigen woorden. En kun je verbanden leggen tussen verschillende begrippen? Daarnaast zijn per paragraaf de leerdoelen ook nog eens weergegeven. Kun je de juiste stukken tekst al koppelen aan de juiste leerdoelen? Snap je zaken niet tijdens je voorbereiding, schrijf ze dan op en neem deze vragen mee naar de les. Ga ook tijdens de les. Uit van een actieve houding, dat wil zeggen dat je niet alleen luistert en schrijft, maar dat je ook continu probeert de koppeling te leggen tussen de onderwerpen die in de les besproken worden en dat wat je al weet van je voorbereiding. Heb oog voor de afbeeldingen die in de les gebruikt worden en ga voor jezelf na of je koppelingen kunt leggen tussen deze afbeeldingen en de, le en de leerstof. Dan ben je bezig met dual coding. Komen er voorbeeldopgaven voorbij of wordt er een probleemaanpak behandeld? Maak er dan aantekeningen van. Dit zijn hele bruikbare, concrete voorbeelden. En vergeet ook niet om de vragen die je eerder hebt opgeschreven te stellen. Ga aan het einde van de uitleg ook even voor jezelf na of alle leerdoelen van een paragraaf zijn behandeld. Want vanaf nu ga je jezelf toetsen. Je gaat jezelf toetsen door opgaven te maken. Die kunnen digitaal zijn of op papier. Stel jezelf elke keer dat je opgave gaat maken, een hoog doel. Stop pas wanneer je het snapt. Makkelijker is om te stoppen wanneer je geen zin meer hebt of wanneer de tijd op is, maar hou jezelf voor dat je iets niet half kunt snappen. Je snapt, je snapt het of je snapt het niet. Heel belangrijk is dat je jezelf dwingt om je geheugen actief te gebruiken. Dat kun je alleen maar bereiken door de opgave te maken zonder dat je daarbij in het tekst uit je leerboek gaat kijken. En kijk zeker niet te snel naar het goede antwoord in het antwoordmodel. Ga na of de opgave die je gaat maken lijkt op een van de concrete voorbeelden die je al hebt verzameld. Daarnaast heb je ook een serie handouts van mij gekregen. De handouts behandelen heel beknopt en vaak ook grafisch de leerstof. In de handouts kun je vaak wel de goede richting vinden waarin je moet zoeken om het antwoord te vinden. Maar doordat de handouts zo beknopt zijn, moet je ook je lange termijn geheugen actief aanspreken om het hele plaatje rond te krijgen in je hoofd. Doordat ze vaak ook grafisch materiaal bevatten, ben je ook meteen teksten aan het verbinden met beelden. En ben je dus weer dual coding aan het doen. Lukt het je om een opdracht zo te maken, vergeet dan nooit om na te gaan of je antwoord ook correct is. Gaat het allemaal goed? Dan heb je niet alleen een opdracht gemaakt, maar ook een concreet voorbeeld toegevoegd aan je verzameling. Het activeren van je lange termijngeheugen kost tijd en moeite. Gun je zelf dan ook genoeg tijd om tot een antwoord te komen. Lukt het na een tijdje proberen nog steeds niet, kijk dan pas in het antwoordmodel. Kun je het antwoord zoals het daar gegeven wordt volgen, dan is het prima. En zo niet, maak er dan een aantekening van en vraag het na in de les. Als je het antwoord wel kunt volgen, Doe dan het volgende om echt optimaal te leren. Schrijf het antwoord dat je net gelezen hebt niet over in je schrift, maar laat de vraag open en zet deze vraag op een to-do-lijstje bij je planning. De volgende keer dat je weer voor Natuurkunde gaat werken, begin je met het opnieuw proberen van de vragen waar je de vorige keer niet uitkwam. Net zolang totdat je totdat het je wel lukt om de vraag uit jezelf te beantwoorden. Deze aanpak kost je extra tijd, maar het geeft je wel enorm veel extra rendement. In de dagplanning kan dat er dan zo uitzien. Je gaat dan bijvoorbeeld alle digitale vragen die je op de vrijdag geprobeerd hebt en waar je niet uitkomt op de maandag erop nog een keer proberen. En alle niet gemaakte schriftelijke vragen komen dan op de vrijdag terug. Een praktische tip... Gebruik je boek en schrift wanneer je de digitale vragen opnieuw wilt maken. Met deze aanpak laat je geen gaten achter in je kennis door gemiste opgaven terug te laten komen in je planning. Wat je tijdens de verwerking doet, is voor jezelf een verzameling aanleggen van betrouwbare, concrete voorbeelden. Daarbij zijn twee zaken van belang. Je moet het voorbeeld snappen en de oplossingsmethode die in het voorbeeld gebruikt wordt ook. Daarnaast ben je ook in staat om het voorbeeld uit je geheugen te halen als dat nodig is. Toetsing is zo niets anders dan het continu uitbreiden en checken van jouw eigen set bruikbare concrete voorbeelden. Waarmee je zoveel mogelijk verschillende problemen kunt oplossen. Hoe beter je set wordt, hoe beter je de eindtoets kunt gaan maken. Aarzel niet om de hulp in te schakelen van je docent of van een klasgenoot wanneer je een concreet voorbeeld niet snapt. Bedenk daarbij dat wanneer je een klasgenoot om hulp vraagt, er dan twee personen zijn die aan het leren zijn. Want de klasgenoot zal ook actief zijn of haar geheugen moeten aanspreken om je te kunnen helpen. We eindigen waar we begonnen zijn: met het overzicht van de hele periode. Wanneer je tijdens de eerste elf weken jezelf hebt aangezet tot actief leren, dan weet je aan het einde van, de, aan het einde van week elf al best veel. Meer dan dat je wellicht denkt. Gebruik week 12 om de zaken af te ronden en om gericht te trainen voor de toets. Je gaat verder met jezelf toetsen, maar dan met opgaven die kunnen gaan over alle onderdelen die je moet kennen voor de toets. Kies zelf welke soort toetsing je nog zou willen doen en hoeveel. Er is een hele serie van verschillende activiteiten waaruit je kunt kiezen. Ga voor je eigen leerroute en zet zo de puntjes op de i. Til je niveau dat laatste stukje op van gevorderd naar expert. Natuurlijk kun je deze aanpak met de leerstrategieën ook toepassen bij je andere vakken. Vraag je vakdocent om advies over hoe je dat het beste zou kunnen doen. Succes!